Vanaf heden mag vrijelijk en in het openbaar het oranje weer gedragen worden. Daar speelt onder meer Huub Stapel op 30 november vorig jaar de terugkeer van prins Willem Frederik in Nederland na, in 1813. Hij is de latere koning Willem I. En bij de landing op het strand is natuurlijk ook zijn nazaat, koning Willem-Alexander, aanwezig. Diezelfde dag een bijeenkomst in de Ridderzaal, waar premier Rutte ingaat op de viering van 200 jaar koninkrijk. Wat vieren we precies? Sinds die roerige periode in onze geschiedenis is Nederland een zelfstandig koninkrijk met een grondwet. Deze staatkundige zelfstandigheid en continuïteit zijn het waard om herdacht en gevierd te worden. Het is een druk dagje, want in de avond is er een feestelijk programma in het Circus Theater in Scheveningen. De koninklijke familie en veel bekende namen daar, waaronder Brigitte Kaandorp. En dat wordt de meezinger. De voerman later, nou paarden draven, nou paarden draven. En aan de horizon leidt hem alom. In maart dit jaar grote drukte in Den Haag, waar aandacht is voor de grondwet die ook 200 jaar bestaat. Ieder heeft behoudens of krachtens de wet te stellen beperkingen. Recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Bezoekers staan in de rij om een kijkje te mogen nemen in de Trevenzaal en het Katshuis. Normaal gesproken niet toegankelijk voor het publiek. Prinses Beatrix reist ook nog af naar Sint Maarten. Daar komt het jeugdparlement bij elkaar. En ze is samen met prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven in Apeldoorn, waar in een défilé 200 jaar geschiedenis van Nederland wordt uitgebeeld.